Mijn naam is Emiel Abe en ik werk bij de Ripe NCC, de organisatie die internet resources uitdeelt, dus IP-adressen en netwerknummers. En we zijn hier op de Universiteit van Amsterdam bij het World IPv6 Launch Event. Wat er vandaag aan de hand is dat een hele hoop organisaties hebben gezegd, vandaag gaan we IPv6 aanzetten op netwerken, gaan het naar de eindgebruikers brengen. Want we hebben dit nieuwe protocol nodig. We hadden een oud protocol, IPv4. Alleen de adressen, de IPv4-adressen, die raken op. Wij als organisatie kunnen binnenkort geen IPv4-adressen meer uitdelen aan de ISP's. En de ISP's kunnen het dus ook niet meer naar eindgebruikers brengen. Dus er is een nieuw protocol nodig en dat is IPv6. Wat je hier kan zien is mensen die IPv6 voor hun website aanzetten. Dus groen is aan, blauw is uit. En hier zie je dus bijvoorbeeld dat een hele hoop sites dat precies op 6 juni, zoals de afspraak was, aan hebben gezet. Maar een aantal sites, zoals Facebook bijvoorbeeld, hebben het al eerder aangezet. Nu, deze sites hebben het aangezet en hebben gezegd het aan te laten. En wat wij zien is dat het gewoon groeit. En het volgende punt waarop ik een grote groei verwacht is op het moment dat wij zonder IPv4-adressen zitten om uit te delen. In Azië is men al op dat punt, dus we moeten naar iets nieuws toe. Voor de thuisgebruiker is het heel simpel. Jij krijgt gewoon een IPv6-adres van jouw internetprovider. Heb je misschien nu nog niet, dan gaat dat op termijn gaat dat zeker gebeuren. Voor een klein bedrijf heb je, ik kan me voorstellen dat je typisch een website hebt bijvoorbeeld, dan kan jij dus aan je ISP vragen om IPv6 aan te zetten voor die website. Want dan ben jij dus klaar op het moment dat er eindgebruikers komen die alleen IPv6 kunnen. Voor grote bedrijven, en daarbij ga ik even uit dat een groot bedrijf al IPv4-adresruimte heeft, begint het met zelf IPv6-adresruimte verkrijgen, als je dat al niet hebt. En dat gaan gebruiken, want als je pas over 2 jaar of nog verder je plan hebt gemaakt om nog verder in de toekomst te beginnen, dan ben je te laat.